Jongens en mensen, wij hebben een video. Mes, mees. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Vals Mekijs seizoen 2. En dit is alweer aflevering nummer 9. Dus ja, laten we maar lekker beginnen. Hier, er zijn ook weer nieuwe creative rounds bijgekomen. Misschien kunnen we dit van de volgende afleveringen doen. Maar goed, we gaan beginnen met solo's. En dan misschien nog een potje voor de finals marathon. Maar goed, we gaan nu lekker beginnen. En we beginnen met de Cube Corruption. Ik sta weer achter. Oké, let's go then! Nee! Come on! Nee! Ja! Nou! Ik ga nog kwalificeren! Papa! Ik ben nog qualified! Wat de volgende in deze potje. Oké, we hebben de Party Promenade. Ik sta weer achter. Oké, let's go then. Oké. Obstakel. Zo'n bal. Ah nee! Ik ben qualified als vierde.
op wat ons volgt in dit potje. We hebben de Gentle Counter. Waarom stuk de hele tijd achter in deze eerste potje? Oké, Skoda! Zonder te springen. Obstakel! Epic qualified. Wat wordt de volgende in dit potje? We hebben de Pipe Dream. Ik sta voor. Oké, Scooter. Obstakel. Obstakel. Maar we hebben de ventilator. Wat is dit? Obstakel. Obstakel! Are you kidding me, obstakel? Yeah. Are you kidding me? Okay. Ik kan wel halen. Maar nee. Ik wacht wel eventjes. Nu! Oh, ik word de perfect als laatste. Ik ben nog qualified als laatste gewoon. Wat wordt de volgende in dit potje? We hebben de formal meteen. We gaan misschien de 66e win pakken. Oké, Skoden! Nee. Nu kan ik niet meer winst pakken. Ja, daar gaat mijn winst.
tentakel. Nee! Nee, ik kan niet winnen. Nee. Ik ben gewoon weer geëlimineerd. Ik ben level 25. Maar goed, we gaan door naar het tweede potje. Nou, dat duurt ook wel best wel. Oh, we gaan beginnen met het tweede potje. En het eerste level van deze tweede potje is... duurt een beetje lang. Treetop Tompel. Dus laten we beginnen in deze tweede potje in deze aflevering. Ik sta op de helft. Oké, let's go then. Wow, yo! Een kikker. Nou, dankjewel, obstakel. Hé, hey, speler. Nee, ik val naar beneden. Nee. Oh, we hebben de ventilator. Rhino! Ik ben door, als vierde. Wat wordt de volgende in dit tweede potje? Oké, we hebben de Chip Club. Deze heb ik een tijdje niet meer gehad. Thank you.
Who cares, go then! Ik dacht echt dat ik vastgehouden word, maar ik word niet vastgehouden. Laten we die vast over het knock-out! Met een dinosaurus tail. Oh nee! Speler. Ik ben qualified. Voor de volgende in dit tweede potje. We hebben de Ronald. Deze heb ik eigenlijk een tijdje ook niet meer gehad. Deze heb ik waarschijnlijk ook al een tijdje niet meer gehad. Maar goed. We hebben een aardbei en we hebben ook een blauwe pers. Of de bospers, volgens mij. Maar ik noem hem gewoon blauwe pers. Nee, blauwe pers! Ik was bijna geëmineerd, maar ik werd gered door op obstakel. En ik ben qualified. Wat wordt het volgende in dit tweede potje? We hebben de Firewall Final. Wat is dat? Ik heb deze nog nooit gehad. Firewall Final. Ik sta achter. Who cares, Coden? Ik volg deze spelers wel. Hey, bouncer! Oh, oké.
Nee, spring, spring, spring. Ah nee, bijna. Een bouncer. Bouncer. Ik ga dit sowieso niet halen. Ah nee, obstakel! Ja, ik ben toch gemineerd. Dit was mijn tweede kans om mijn 66ste win te halen, maar het lukt dus niet. Door deze firewall final. Ik ga weer naar het hoofdmenu. En ik ben net van 26 en bijna net van 27. Maar goed, tijd van het derde potje. Oké, okay, we hebben weer de party promenade. Ik sta op de helft. Oké, let's go then! Obstakel! Wat is dit? Ah nee! Effect for the fight. Wat doet hij nou weer? Wel een goede optie, maar wel moeilijk. Wel een moeilijke optie, maar... Dan heb ik alsnog van deze speler. Die net gekwalificeerd is. Wat wordt de volgende in dit derde potje? Dan hebben we de Rudy Beans.
is daarachter? Verkeerd, Coden! Ik neem de rechte lijn. Oh, wat de volgende in dit derde potje. En we hebben weer de Chub Club. Oh, serieus? Oké. Ik doe altijd aan het begin van deze jump club doe ik dit. Gewoon eventjes een warming up in de jump club. En één iemand is al gemineerd. Oké, we gaan nu springen. Nee! Ik ben gemineerd. Ik ben bijna level 27. Maar goed, we gaan nu door naar het vierde potje en ook de laatste potje. En dit doen we met de Finals Marathon. En dit doen we van de ene laatste keer, helaas. Van de Finals Marathon. Daarna is het Finals Marathon ook alweer weg. Maar goed. Dus voor vandaag en voor morgen doen we de Finals Marathon. En dan is de Finals Marathon alweer weg. En dan komt de andere show van de weekly show. Maar goed. Nou, deze duurt nog wel een beetje lang. We gaan het opnieuw doen, oké? Gewoon eventjes opnieuw reloaden. Maar goed. We gaan nu echt beginnen met het vierde potje. Dan hebben we de plasball. Okay, student.
Hé, hey, laat me niet vasthouden! Laat me niet vasthouden! Ja, dankjewel voor de flashball! Oh, ik ben qualified. Bijvoorbeeld de volgende in dit vierde potje. Oké, we hebben de Hexaterrestrial. Thank you. Oh, ik ben nu al qualified. Okay. Wat wordt de volgende in dit vierde potje? Oké, we hebben de Jump Showdown. En we hebben geen ventilator. Oké, Skoden! Oké. Oeh, deze speler heeft geluk. Ik ben helemaal vastgehouden. Oké. Okay. Oké, ik ben qualified. Ik heb iemand vastgehouden. Wat wordt de volgende in dit vierde potje? Oké, we hebben de roll off. En opeens begint het te regenen hier in mijn huis. Maar goed, we hebben de roll off. Oké, maar ik kan goed wel van jullie horen hoor. Dus ja. Ik sta ook voor. Oké, Skoden! Oh, iemand spekt mij. Spectate mij. Oké. Okay. Volgens mij is de speler nog niet naar het hoofdmenu gegaan. Maar goed. Ah oh, nee, dat zou ik niet doen. Dus spekt dat weg van mij. Obstakel!
Ah nee, ik ga het niet proberen. It's too dangerous for me. Nee, nu zal ik het wel even stoppen om iemand vast te houden. Nee, nu zit ik in de gevarenzone! Nee! Wat doe ik? Wat gebeurt er? Oké. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik duik gewoon echt serieus. Ja. Ik weet het ook niet. Maar ik ben wel level 27. Ik heb 1500 kudos gekregen. Maar goed, dus bedankt voor het kijken naar deze video. Dus like, abonneer, even zo. Ik zie je wel, voor de video. Doei doei.